Als je in geschiedenisboeken kijkt, dan kom je wel data tegen als 500 BC. Dat is uh, 500 jaar voor het jaar nul, voor het jaar dat Christus geboren is. BC betekent before Christ. Maar als je nu literatuur leest, ik zie kom het vaak tegen al in Amerikaanse literatuur, dan bedoelen ze met BC before Corona en AC is after Corona. En dat is een perfecte beschrijving van wat er Eigenlijk nu gebeurd is. Maart is een gigantische breuklijn. En ik denk dat we in de wereldgeschiedenis ook over 100, 200 jaar. over dit jaar gaan praten als een gigantische breuklijn tussen ervoor en erna. Vele facetten van de Nederlandse samenleving kennen die breuklijn. Er is een hele belangrijke breuklijn gekomen. met grote invloeden naar buiten ook bij media. De media. BC, before corona en after corona. Wat ik zie gebeuren na half maart in media, als mensen mij dat in februari hadden verteld, had ik het niet geloofd. Zo anders, zo anders is men bezig met informatie, met het praten met autoriteiten, uh, al dan niet kritiek geven. Ik zal zes componenten daarvan vertellen en eindigen met uh, een verklaring die ik denk. Die er is. Allereerst, als er informatie komt van het RVM of van het OMT of andere virologen of epidemiologen komen op tv, dan wordt dat kritiekloos doorgegeven. Ook als je relatief eenvoudig kan zien dat de informatie die ze verstrekken over het buitenland niet klopt, of dat de informatie achterhaald is, of dat het in tegenspraak is met wat ze eerder gezegd hebben, geen enkele kritische vraag. Een mooi voorbeeld, een soort continuing story, is of je al dan niet buiten besmet wordt. Het is evident uit de resultaten wereldwijd dat de kans om buiten besmet te worden uitermate klein is. Maar omdat het beleid is dat we buiten ook anderhalve meter moeten houden, wordt regelmatig dingen van die gebeurd zouden kunnen zijn buiten opgevoerd als zekerheden. Uh, we zien het met de wedstrijd Atalanta-Bergamo-Valencia, die door het OMT en door Rutte wordt opgevoerd als het ultieme voorbeeld dat je toch buiten ook besmet kan worden. Dat zei hij bij een persconferentie, dat zegt hij in de Tweede Kamer. Maar niemand die hem zegt, goh, het wedstrijd was in Milaan. 40.000 mensen gingen per trein of op openbaar vervoer of eigen vervoer naar Milaan. Keken de wedstrijd misschien in kroegen of thuis. Nee, het moet besmet zijn geraakt in het stadion. Van hetzelfde laken en pak is de gebeurtenis in Dokkum. Veertien jongeren zouden op een terras besmet zijn geraakt. Heeft overal gestaan. Als je echt doorvroeg bij de GGD in Friesland... bleek dat die veertien jongeren zowel buiten geweest zijn met elkaar als binnen. Maar ja, buiten hadden ze de anderhalve meter niet gehouden... dus het moet buiten gebeurd zijn. Ook gisteravond, Gommers, bij Jinek... Die had het over Rose Garden, waar mensen in waren besmet. Blijkbaar was het hem niet opgevallen, begrijpelijk, en Jinik en de redactie ook niet, dat de New York Times juist een heel artikel had geschreven over wat er binnen in het Witte Huis was gebeurd na die party. De allerlei foto's waar ze binnen met elkaar stonden uh, en daar ook besmet kunnen zijn geraakt. Maar wat dan opmerkelijk is, juist omdat kritikasters, zoals ik, zeggen, anderhalve meter buiten. Is onnodig, beperkt veel te veel. Merk je niet alleen dat die autoriteiten dat doen, maar dat de media met bijna genoegen dat overnemen. Want zie je wel, buiten kan je ook besmet geraakt. Als er interviews worden gehouden, tweede punt, met prominente zoals Van Dissel of uh, Marjon Koopmans, er wordt geen kritische vraag gesteld. Erika Terpstra is kritischer als ze de Dalai Lama interviewt dan als journalisten eh, Jaap van Dissel interviewen. En kritische vragen daar niet gesteld. Een mooi voorbeeld wat absoluut niet gevraagd wordt... maar een cruciale vraag aan Marion Koopmans. In april heeft ze een mooie publicatie gehad in een Amerikaans tijdschrift... dat er onderzoek was onder fretten die in kootjes van elkaar besmet waren geraakt. En dat zou het zij via direct contact kunnen zijn geweest... of wat waarschijnlijk is door de lucht, maar dat wisten ze niet zeker... Ze kondigde aan, we gaan het onderzoek herhalen, maar dan doen we het zodanig dat we niet kunnen zien. Ze kunnen niet besmet worden. Als ze besmet worden, moeten ze door de lucht zijn gegaan. We zijn zes maanden later. Heb je over het onderzoek gehoord? Niets. Regelmatig krijg ik mails van klokkenluiders die zeggen dat ze op plekken werken. Ik weet niet bij dit onderzoek, maar bij andere onderzoeken. Waar resultaten zijn die niet in lijn zijn met de verklaringen van het RIVM. Die komen niet naar buiten. Als ik dat doorgeef aan media, gebeurt er niks mee. Data die door het RVM worden naar buiten gebracht, zijn van een slechte kwaliteit. Niet accuraat, niet uh, uh, recent, soms heel oud. Vorige week werd er ineens geroepen: 38 mensen overleden vandaag, gemeld door het RVM. Dat was een zeer onlogisch cijfer. Dat onmiddellijk, toen die cijfers bekend waren, op Twitter. de deskundigen al hadden gezegd. Ja, wacht even, we hebben gekeken. dat zijn er 21 uit april. die nu pas gemeld zijn. Ja, drie uur lang heeft het groot in kranten gestaan. 38 mensen overleden. Compleet onlogisch. informatie die je niet zou weergeven. Als we autoriteiten maatregelen aankondigen. is de vraag eigenlijk alleen maar. kon je het niet eerder doen of kunnen we niet meer doen? Maar niet. Kritische vragen over bereik je hier je doel wel mee? Of doe je niet wel uh, effecten die je eigenlijk niet wil, bijvoorbeeld over de economie en de samenleving? Belangwerkende studies uit het buitenland? Je leest er weinig of niets over. Dat er in Duitsland belangrijke studies uitgekomen of in Japan, ik hoor er niks van. Besef het volgende. Besmet worden via oppervlaktes, wat we aanvankelijk dachten. Ik heb zelfs gehoord: als je muntjes aanraakt, kan je er besmet door worden. Inmiddels is bekend dat de kans dat je besmet wordt daardoor uitermate klein is. In Amerika hebben ze bij nieuwsuitzendingen uh, uh, het hoofd van het RVM in Amerika, CDC, geïnterviewd. Die heeft dat ook gezegd. Die zei: Nou, we zijn door de uh, wetenschap ingehaald, nu weten we die kans is uitermate klein. Ik heb het nog nooit in Nederland in media gehoord of gezien dat dat inmiddels weten. We hebben nog steeds mensen met veel smetvrees en de premier die continu roept handen stuk wassen. Met een soort satanisch genoegen hoor ik hem dat iedere dag zeggen. Vandaag ook weer bij uh, Tijd voor Max. Last but not least, mensen met kritiek, uh, gefundeerde tegengeluiden worden amper gehoord... In het begin kregen we een aantal mensen die hadden over de. Let op de economische gevolgen. Nou, die, zoals uh, Helsloot, zoals Jord Kelder, zoals Klaas Hummel. Nou, die mochten langskomen een keer, vooral omdat er wat ophef was ontstaan. Maar daarna werden we weer volgegoten met. Alle gevaren die het virus zou hebben. Hoe je besmet zou raken. Dat er. Nou ja, maakt niet uit. Altijd werd het gevaar aangegeven. Ik, ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik kwam, maar één keer in het begin. En ik had iets belangrijks gevonden door studies uit het buitenland dat je besmet kon worden door de lucht, dat je door ventila slechte ventilatiesystemen in zorginstellingen dat er veel mensen dood konden gaan. Daar heb ik gewaarschuwd voor 19 april. Wat was de reactie in de media? Ik werd er gewoon geridicaliseerd. In columns werd er gezegd: hoe kan iemand die opiniepeiler zijn, nu ze dit allemaal zeggen? En de enige ruimte die ik had, was eigenlijk vooral op alternatieve media. Café Weltsmart, een film die 550.000 keer bekeken is. Inmiddels zijn er wat omslagen, maar het zijn eigenlijk heel klein. Wat is nou de verklaring hiervan? De verklaring is heel eenvoudig. Half maart zijn we, en begrijpelijk, in een soort permanente staat van massahysterie geraakt. We zagen Bergamo, we hoorden we zagen, ja, verschrikkelijke verhalen. We hoorden van de WHO: 3% kans dat je doodgaat als, als, als je besmet wordt. De artsen kwamen, ze buitelden over elkaar heen om ons maar dat gevaar uit te leggen. En het overgrote deel van de mensen keek op tegen de experts, keken op naar de premier die ons zou helpen om ja, ons doodsnood als het ware uh, te, te helpen te managen. En in die situatie zie je duidelijk dat media, journalisten zijn ook mensen, die hebben ook grootouders en ouders. En die zitten ook in die sfeer van uh, uh, angst heel lang. En iedereen zoals ik, die roept, de lijn die ze volgen is niet de goede lijn. Je moet meer op dat letten dan dat. De specialisten die je daar hoort, die weten er eigenlijk niet zoveel van. Vooral omdat het buitenland allerlei dingen al laat zien die veel verder zijn dan deze mensen. Maar daar krijg je dus geen, geluid voor, uh, geen ruimte voor. Want eigenlijk ben je een bedreiging voor hun um, zekerheden dat deze experts het wel weten. Ze, ook nu weer, laat ik zeggen, een week geleden, uh, de paniekknop weer is ingedrukt... Zijn we weer in diezelfde moot als, als maart? We buitelen weer over elkaar met de angstverhalen. We buitelen over elkaar met maatregelen die voor een deel contraproductief zijn. Ook al vandaag zijn er weer twaalf uh, bekend geworden: twaalf oudjes over, in zorginstellingen overleden. van 24 mensen die besmet zijn geraakt. Maar het mag natuurlijk niet door een ventilatiesysteem zijn. Media zeggen altijd dat ze de waakhond van de democratie zijn. En dat waren ze ook. Ze zouden ook de waakhond moeten zijn bij deze coronacrisis en hun eigen angsten overwinnen en de, de, de experts en de autoriteiten op dezelfde manier benaderen zoals ze het ook voor corona deden.